Ik ben er, Jara. We gaan op twin weekend. Falling in love with me. Tegen mijn fans verliezen. Ah, fans. Dag moeder van Jara. Lekker steeds nieuwe pak ook. Ik snap dat ik knapper en intelligenter ben. Ik ben weer terug in Amsterdam en ik heb een lekkere werkdag. Dat ben ik aan het doen met Lena, mijn goede vriendin, die ook altijd aan het buffelen is. Dus dat was dan toch gedeelde smart. Je ziet er ook weer heerlijk uit. Over heerlijke dingen gesproken, we staan nu voor Arquette, waar ik nog nooit ben geweest. Dat is een nieuw winkelconcept van de H&M is. En volgens mij gaat het heel erg om een soort sustainable basics, dingen die je koopt die lange tijd meegaan. En ze schijnen een hele lekkere lunch en zo te hebben. Dat gaan we even testen. Beestje eruit. Ik dat is wel waar, geloof ik. Hey babes, goedemorgen. Ik wil jullie even mijn look van vandaag laten zien. Namelijk mijn nieuwe witte jeans. Die ik heb laten customizen door Mick. Ik vind hem heel nice. De achterkant is zonder zakken. Deze broek is gemaakt uit een super grote witte jeans die dan helemaal op maat gemaakt wordt. Hij is een beetje uitlopend. Met een rafeltje aan de onderkant. Ik vind het heel nice. Zit super lekker. Ik heb nu een afspraak met Kelly en we gaan bij Morgan & May zitten. Let alsjeblieft ook niet op de bende in mijn kast. Ik heb geen kastdeuren, dus dit is best wel chaotisch. Maar toen dit project helemaal af was, wilde ik geen IKEA-deuren erop, omdat ik hiervoor een IKEA-kast had en het voor mij dan heel erg hetzelfde voelde. Dit is ook namelijk gewoon een IKEA-basis. Het zijn toch wel de beste kasten inhoudelijk gezien. Dus ik wilde custom-made houten deuren en het werd zo duur dat ik dacht, daar kan ik echt heel lekker van naar Bali. Dit ga ik echt niet aan een kastdeur uitgeven. Dus ja, daar zit je dan met al je spullen in het zicht. Hoe dan ook, ik ga op pad. Ik heb mijn retro zonnebrilletje erbij. Daarna heb ik een afspraak met Sita, mijn favoriete topshop stylist. We gaan nog even wat leuke nieuwe items voor Lowlands stylen. Dat vind ik heel erg leuk om daar uit te mogen zoeken en wat leuke looks samen te stellen. Hoe vaak kan een mens leuk zeggen in 5 minuten ook? Gewoon even vlammen en straks klaarmaken voor Lowlands. Zin in! Hoi, ik ben echt nu alweer slecht bezig met deze vlog, want ik ben mijn vlogcamera vergeten. Dus ik ga gewoon even mijn iPhone verder, want ik ben in Morgan & May's met niet één, maar 2 toppers. Kim is er ook in een yoga-kontje en Kelly. En wat dus hysterisch is, Kel, vertel even dit verhaal. Ik schakel gewoon naar jou. Kijk eerst even hoe ik eruit zie. Oké, houd het in gedachten. Nou, ik trok vanochtend deze all yellow look aan. Kunnen we het been even zien? We kunnen het been zien. Hoe leuk is deze look? En ik dacht, nou, zou het toch echt heel grappig zijn als Jara helemaal in wit zou zijn. Maar heb ik nog nooit aangehad in mijn leven. Is in principe niet. Lijkt wel op een ei. Ja. Komt ze aanlopen in het wit. Helemaal in het wit. Het is weer hetzelfde. Gisteren zagen we elkaar, hadden we allebei een groene broek met sneakers aan. En kijk even ook naar deze combi. Waar is jouw laptophoes? Dit bij elkaar. En dan nog het groene tasje. Ik ben met Balenciaga. Top! Dus is top 2. Ik ben bij Topshop met Sita. En we zijn wat toffe dingen aan het stylen voor het nieuwe seizoen. Waaronder deze geweldige enkel boot. Sorry, ik ben niet zo bedreven in het iPhone vloggen. Maar hele smalle laarsjes met een super funky hak. Echt fantastisch. Zo chic. Love it! Zo cool deze. Echt obsessed. Hier een goede optie voor een festival look. Er komen dan Dr. Martens onder. Een heel mooi, heel simpel jurkje met dunne bandjes. Wat ik ook fantastisch vind, is dit tasje. Het is een soort iets modernere take op dat net boodschappentasje wat ik ook vaak gebruik. Ik zag deze bij Kim en toen dacht ik, ja, dit vind ik briljant. Heel erg leuk en hij is in een sale. Dus dat is ook goed nieuws. Dit is hem toch een partijtje geweldig. Splitten in. Super mooie jurk. Bijna tot de grond. En hij loopt met het patroon mee. Een beetje asymmetrisch af. Dit vind ik zo mooi voor een event of iets dergelijks. En kijk de rug. Ik ben op kantoor. Waar niet het meest charmante licht is. Verder heb ik een beetje ongesteldheidsmigraine aanvallen. Ik weet dat veel van jullie dit ook hebben. Iemand heeft mij dus een tijdje geleden
Jij ook, Jess? Ja, Jessie steekt de hand even op. Iemand heeft mij dus dit aangeraden. Oh, het ligt gewoon hier. Excedrin. Wat zit er allemaal in? Acetylsalicylzuur. En paracetamol en cafeïne. Voor acute behandeling van migraineaanvallen. Ik heb het idee dat dit best wel prettig is. En dat het wel wat doet. Dus dat is fijn. Het is dan natuurlijk nooit lekker om naar een scherm te kijken. Dus ik ga het even zo kort mogelijk houden. Maar een paar dingen moeten gewoon weg. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik naar huis. Yes, ik ben weer thuis. Wat betekent dat ik ook mijn vlogcamera weer heb. Hartstikke fijn. Ik heb echt heel erg mijn best gedaan om te kiezen voor een gezonde optie. Maar ik had zo'n zin om mezelf even te trakteren op iets waar ik echt altijd heel gelukkig van word. Dus ik heb frietjes gehaald en 2 kipcorns. Die ga ik nu heel langzaam met heel veel liefde en aandacht opeten. En dan probeer ik gewoon op Lowlands iets gezonder te eten. Mijn missie is in ieder geval om even geen brood te eten. Omdat ik echt het idee heb dat daar onder andere mijn buik heel erg van opzwelt. En ik probeer dus al een hele tijd, drink ik geen koemelk en geen yoghurt van koemelk gemaakt. En eigenlijk ook zo min mogelijk kaas en dat soort dingen. Ik heb nu in Italië best wel veel kaas gegeten en ik heb meteen ook allerlei onzuiverheden. Hallo! Ik weet natuurlijk nooit hoe dat één op één met elkaar samenhangt, maar ik vond het wel opvallend. Ja, dus dat ga ik doen. Ik heb mijn televisie weggedaan omdat het zo'n enorm bakbeest was. Dat midden in de kamer de hele tijd stond op een krukje en ik was er helemaal klaar mee. Dus ik dacht of ik ga proberen zonder tv te leven. Wat ik dus nu na 2 dagen al echt heel lastig vind. Want ik heb nu dus zin om Catfish en TLC te kijken. Dus er moet denk ik een soort mooi designstuk komen. Iets wat of in de muur blendt of zo'n hele mooie witte. Daar heb ik heel veel zin in. Ik heb nog wat afleveringen van Love Island klaarstaan tot de finale. En die ga ik kijken en dan ga ik morgenochtend wel weer verder met wat werkjes. Want ik kan het even niet meer aan. Ik weet ook niet of het fijn is om iets te kijken. Maar anders ga ik gewoon iets voor het achtergrondgeluid opzetten. En dan dadelijk lekker in bed liggen. Hey kleine schatjes. Ze hebben dus hele lekkere friet. Bij de tent op het pleintje bij mij. Echt zo lekker. Van die hele dikke. Super lekker. Ik heb trouwens op Insta-stories verteld over mijn migraines. En tips gevraagd. Omdat heel veel van jullie zeggen. Als je aan de spiraal gaat. Dan wordt het minder. Omdat je in je stopweek zo'n schommeling hebt. In de hoeveel hormonen je binnenkrijgt. Heel veel als je de pil slikt. En dan opeens geen. Ik weet overigens niet of ik dit allemaal goed zeg. Dus zoek het alsjeblieft zelf op. En ga naar je eigen huisarts. Maar volgens mij werkt het zo. Dus daardoor ontstaan die migraines. Door die schommeling in je hormonen. Nou, zeggen heel veel meiden dat de Mirena-spiraal bij hun hielp. Een paar zeggen ook, ja, maar ik kreeg juist weer andere klachten zoals acne of constante buikpijn, wat natuurlijk ook helemaal niet fijn is. Maar heel veel meiden zeggen, ja, het is best wel een rotte ingreep. Je moet daarna ook even vrij nemen. Het is niet fijn, maar het is het zeker waard. En je hoeft je ook niet bang te laten maken. Het is wel te doen uiteindelijk. Dus dat ga ik dan toch doen. Ik laat jullie wel weten als dat is gebeurd. Het zit al heel lang in mijn hoofd, maar ik vergeet het gewoon steeds. Maar nu moet ik het echt maar eens gaan doen. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Ik vind het ook best wel stom dat, zeg maar, wij vrouwen hebben dan al... Wij moeten zorgen dat die kinderen borstvoeding krijgen. Tenminste, als je van plan bent borstvoeding te geven. Wij moeten die kinderen produceren ten koste van ons lichaam. Met alle hormonen ook die door ons heen gieren. Wij moeten die baby eruit persen met superveel pijn en moeite. En dan zijn we ook nog eens verantwoordelijk voor de andere kant van childbirth. Namelijk zorgen dat we niet zwanger worden met z'n allen. Waarom kan dat niet dan een mannentaak zijn? Ik vind dat echt flauw. Echt flauw vind ik dat oprecht. Echt oneerlijk verdeeld. En dat hoeft ook helemaal niet alleen maar altijd bij ons vrouwen te liggen. Ik weet zeker dat er al iets van een mannenpil of zo al lang had kunnen zijn. Ik bedoel, we kunnen als mensen naar de maan vliegen. Dan kunnen we ook iets aan het sperma doen. Tot zover. Ik zie jullie morgen. Babes, goedemorgen. Even een make-uploos hoofd. Omdat ik als een gek aan het racen ben om op tijd voor Lowlands alles klaar te hebben. Ik ben nu aan het werken. En ik heb vanochtend 8 dozen met verfblikken in ontvangst genomen.
groen, oud roze voor in mijn toilet. Die helemaal roze gaat worden. Wat zo vet wordt. Hoop ik. En wit, dat gaat volgende week gebeuren. Super spannend. All coming together. Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Hoe lekker is deze nieuwe bank ook? Oh, hij is zo groot. Zo lekker. Dat komt over een week of twee of drie online. Mijn eerste video met alle home progress en alles wat ik achter de schermen heb gefilmd. Wat goed ging, wat misging. Mijn frustraties en mijn geluksmomenten. Ik dwaal helemaal af. Ben ik nu al dronken? Oh ja. Lowlands dus. Ik heb mijn koffertje soort van gepakt. Ik heb nog geen schoenen gepakt. Ik ben hier heel slecht in, want je wil er leuk uitzien. Maar het moet vooral ook gewoon lekker zitten en vies mogen worden. En overdag is het warmer, 's avonds is het kouder. Dus ik ben hier echt vet slecht in. Ik moet nog een trui en schoenen. Dat moet ik echt niet vergeten. Dan moet ik me nog even snel opmaken. En ik ben nu mijn video voor zondag af aan het maken. Dat gaat natuurlijk gewoon door. En dat gaat online als ik daar ben. Dus dat moet nu ook af. En nog snel even een paar mails aan het doen. Dus misschien moet ik in de auto nog wat werken. Maar ik wil gewoon dat alles helemaal check is. En dat ik dan alles los kan laten als ik daar ben. Inception. Oh, hey. Hallo. Dit ben ik nu aan het editen. Hoe ik mijn koffer inpak voor Italië. En dan de Italië vlog. Ja, voor zijn meidenweekend. Lekker wijntje met de meiden. Joehoe, we gaan op twin weekend. Dat hebben we nog nooit gedaan, Amies. Nee, nog nooit. Ja, wil jij? Vroeger, maar daar ben je al 10 jaar afgekikt. Precies. Wil jij een wit biertje voor onderweg? Dat kan niet, hè? Drinking and driving natuurlijk. Kan niet. Oké, kom. Twins on tour met Jess! The sea is rolling. They hate it. Zoveel zin in. Ik heb een goddelijk pak aan. Een jumpsuit met een super vette sterrenprint achterop. Die eigenlijk iets te krap is. Maar fuck it. Ik heb me erin gesqueezed. Wat een haast, heet dat. Is dit een herinnering aan hoe ik eigenlijk wil dat mijn lichaam eruit ziet. Dat hij in dit pak past. Wat zei jij, Mies? Ik zeg, wat een haast heet dat eigenlijk. Wat een haast, ja. Het was van, is dit te strak? Ja, oké, we gaan. En zo'n leuk nieuw schouder fanny pack tasje. Van Samsung, waar ik dus ook een hele jurk bij heb. Zo vet. Oh. Girl. Oh, een maar dat is super cool. Dan heb je zo'n luipaardjurk aan en dan hangt dit erop. Ja, gaaf, vind ik gaaf. Blending in. Waarom heb je dat niet aangetrokken dan? Omdat het meer een soort wapperende soepjurk is. Dus oh, dat vond ik dan voor Lowlands iets minder. Meer een soort van fashion look. Die fanny pack hoort er wel bij toch bij Lowlands. Hoe is het met jouw outfit post? Mijn is het. Ja. Ja, die gaan wel viral allemaal. Wat heb je allemaal laatste mee? Keer had ik 20 likes denk ik dus. Wat heb je allemaal op, mee? Op naar de 21 jaar alles. Heel mijn wardrobe in één klein koffertje. Mie 50, 3 kleren. Altijd als ik daar kom denk ik, oh ik moet echt weer wat kleren voor hem kopen. Hij appt mij ook. Ja, hij zegt altijd, je moet investeren in goede pieces. We gingen ook appen van, wat neem jij mee? Oh, ik ben mijn handdoek vergeten. Ik ook. Ze hadden daar handdoekjes uit, dus inderdaad. Ik heb wel shampoo meegenomen, dat heb jij natuurlijk vergeten. Ja, en tandpasta. Ik was jij haar. Lekker vet. Lieve appt mij. Ik heb mee t-shirt met wereldbolletje. T-shirt shirt wit. Wereldbolletje. Hawaii blues uit Gent. Die we samen hebben. Dat heb ik helemaal niet geappt. Wel. Niet. Wel waar. Ik kan letterlijk opzoeken. Wel waar. Wat? Ik loop het al, maar het is niet zo. Het is wel waar. Oké, laat het. Er wordt zoveel ruzie alweer. Oh, zoveel ruzie. Och, ik word ook helemaal hangry. De laatste keer dat ik met jou naar een weekend was, heb je met een pollepel geslagen. Echt? Wanneer dan? Nee, dat was helemaal zo waar. In onze kindertijd. Good old times. Vinden jullie ons op elkaar lijken trouwens? We zijn natuurlijk tweeling. Ik bedoel, ik snap dat ik knapper en intelligenter ben en zo, maar... Ja, jij vond het altijd zo, vinden mensen. Milan doet altijd als hij geconcentreerd is heel erg dit. Dus soms film ik het dan en zit hij zo. Ja. Falling in love with me. Possibilities are like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities are like all you need.
even in deze setting mijn look laten zien. Lekker. Heel erg. Ja, gaat helemaal goed zo. En ze zijn er, het ziet er geweldig uit. Alle kamers zijn helemaal gepersonaliseerd, check dit. Ook voor Milan met zijn grote influencer gevolg. En allemaal cadeaus op bed en de leukste mensen in het huis. It's me. Say what? Casually unpacking. Wow, daar hebben ze echt veel flink van moeten in de archieven moeten duiken. Daddy! Hallo! Welke foto heb jij? Oh, dat is lief. Oh, chill. Dit is een mannenkamertje. Nice. Oh, wat leuk, wat leuk. Hey, Flosception! Ik ben met Yara Smikkels. Het grote clash is begonnen. Kijk wie we hier hebben. Wat heb jij gemaakt, Gies? Ik heb een choker gemaakt. Ontzettend gaaf. Van de hit van 2016 was de choker. Oké. Mifa, wat heb jij gecustomized? Nee. Heel veel al, maar het ligt allemaal boven. Je hebt hier ook bloed? Ik heb klusbloed. Ik heb mezelf gesneden met een stut en nu zit hier bloed op. Stutbloed. Stutbloed. Maar kijk hoe leuk dit wordt. Allemaal scherpjes op de achterkant. Awesome. En dit moet dan helemaal doorgevoerd worden. Pas twee keer gezien in de villa dit. Oh ja, niemand heeft het behalve iedereen. Dus als je dit bij Gek de Vlogger Klaartje Roos ziet, dan weet je even zo. Ja? Gaaf van jou. Nou, dan weet iedereen echt hoe het zit. Dat is fijn dat jij dat eens zegt. Ja. Hey boys. We hebben niet top met je. Hallo. Dat is lekker. Ja. Lekker. Hey. Yay! Het is tijd voor een Bloody Mary workshop. Het ontbijt zit nog maar net achter de kiezen van mini baguettes. Tegen mijn fans verliezen. Ja, fans? Dag moeder van Yara. Oké, we gaan nu weer voor. Ik laat mijn iPhone hier en of mijn cameraatje en dit is wat ik aan heb. Ik ben nu met broeders en de boyfriend. Soms proberen ze op mijn level mee te kijken naar het leven. Dat jullie soms op mijn level. En dat je precies niks meekrijgt van het festival. Niks. En ook geen frisse lucht meer krijgt. Is het live? Dit is van de vlog. Ik kijk er weer helemaal live. Wie kijkt hier nu aan? In. In. Hey man. We zijn gewoon even lang. Wat gebeurt hier? Leuk. Wie is er langer? Ja, ik heb. Hij oogt wat kleiner dan ik, maar hij is eigenlijk langer, maar hij oogt wel wat kleiner. Hij oogt wat interessanter. James B en hij is zo goed live, zo mooi. Echt super. Echt niet normaal toch? Niet normaal. Shit! Goedemorgen. Het is alweer de derde dag Lowlands. Mijn stem zit er nog best wel oké in. Nou, medium. En het is zo ontzettend leuk. Het is zo gezellig om gewoon 3 volle dagen met Milan te zijn, mijn tweelingbroer. Want dat ben je eigenlijk nooit. We hebben gewoon sinds we kinderen zijn, denk ik, al niet meer zo lang samen doorgebracht. Dus dat is super gezellig. De acts dit jaar, er zit niet zoveel bij waarvan ik denk, oh, dat moet ik echt zien of zo. Kan ook gewoon mijn persoonlijke muzieksmaak zijn. Maar ik vond ze vorig jaar vetter. En Jordi gisteren was echt mega cool. En straks is Kendrick Lamar en dan wil ik natuurlijk echt vooraan staan in de inner circle.
Dus daar ga ik mijn best voor doen. En dan gaan we meteen naar huis. Morgen gewoon weer werken. En het is ook zo leuk om Jordi hier te zien. Want we hebben elkaar op Lowlands ontmoet. Voor degenen die dit verhaal nog niet kennen. Dit is een beetje onze lowversary als het ware. Het was 2 jaar geleden precies. En toen stond ik ergens naast een tent. Volgens mij de India. En daar zag ik hem staan. Helemaal gebruind en vrolijk aan het lachen. En knap aan het wezen. Dus ik vroeg zo aan een meisje dat ik zelf kende. Dat hem ook kende. Van wow, wie is dat? Weet je wel. Wie is die cutie? Dus toen zei ze, oh ja, zo'n gast. Hij is net terug uit het buitenland. Dus op een gegeven moment kreeg ik hem niet uit mijn hoofd en uit mijn vizier. Dus toen ben ik er zelf afgestapt. En heb ik me voorgesteld. Toen zijn we een hotdog gaan eten. En hebben we even gekletst, een kwartiertje of zo. En toen dacht ik, oké, ik heb nu genoeg info dat ik hem terug kan vinden op Facebook. Ik ga weer lekker met mijn vrienden chillen. Toen heb ik hem daarna een bericht gestuurd. En zijn we wat gaan drinken en the rest is history. Dus dit is altijd wel een leuke plek ook om daaraan terug te denken. Ik krijg altijd wel romantische vibes. Verder, ja, dit is dus hoe mijn totale naked face eruit ziet. Enige wallen ook wel, heb ik zich opgehoopt. Het is wat het is. Ik heb echt weer heel veel zin in vandaag. Ik ben steeds een beetje in het midden van de mensen die vroeg naar huis gaan en de mensen die het echt bond maken tot 5 uur. Gisteren was ik om 3 uur thuis. Maar sliep ik wel pas om 4:30, want ik was nog aan het appen met Jordi. Ik heb er echt weer zin in. Het is echt zo gezellig. Wel zeker een aanrader om een keer te gaan. Ik kom op de bank voelen met Hamster. Waar ben je van je hoofd? Hamsterdag. Ja. Die boeken komen niet binnen, toch? En gezichtsmaskers. Maar hoe leuke verpakkingen. Oh, het is met kokoszak. Ik probeer ook Belgisch te leren. Oh, het is met kokossap. Bestaat uit biocellulose die afkomstig is van fermentatie van kokossap. Die afkomstig is van fermentatie van kokossap. Ja, dat is echt de beste Belgische accent na de adieu. Ja! Nee, stemmers gaat een beetje weg. Ja, ga bij mij komen wonen in België. Ja, op de bank. Op de bank in het kasteel Vlaamsvaten. Babs heeft een bank van 3,70 meter bij 2,70 meter en 1 meter diep. Ik heb hier gisteren die afmeren. Ja? Ik heb er echt indruk op mij gemaakt. En die is dus van ribfluweel, velvet, roze. Oh, is zo mooi. Is niet normaal. Zo groot. Ik ben helemaal obsessed. Ik wil dit ook. Dan moet ik eerst een grote huis kopen helaas. Helemaal lekker. Maar Liz, hoe krijg je hier een mondje dan? Ja, dat is een condoom op jou. Kijk, joh. Het zit ook wel echt veel met het belletje erin. En bij jou zit hij echt goed. Hallo, ik ben het, Yara. Welkom in mijn nieuwe vlog. Nee, de make-up zit er weer op. Ik moet echt een keer een tutorial gaan filmen weer. Ik heb weer een soort rainbow eye gedaan. Lekker charmant shot. Met hier een beetje parelmoer, goud, geel, oranje, bordeaux. Mila vindt er ook wat van. Super lelijke achtergrond ook. Top. Maar het maakt je toch weer een fris mens. Ik vind het zo heerlijk om me op te maken. En ik ben er ook zo snel in, moet ik zeggen. Dan voel je je ook weer even weer tot leven gewekt. En dit is mijn look. Een top met steentjesband. En deze jeans die ik helemaal heb gecustomized. Met sterren. Zo cool. Ik heb dus Liz opgemaakt. Wat natuurlijk een van de knapste hoofden is om op te maken. Dus dat is vrij makkelijk te doen. Maar het ziet er heel mooi uit. Ik ben helemaal trots. Ik ga het jullie even laten zien. Want diep van binnen wilde ik altijd make-up artist worden. Kijk. Hoe mooi. Zo'n knap hoofd. Het ziet er echt mooi uit. Ja, ik ben heel blij. Vind je het ook heel mooi gedaan? Je mag me altijd inhuren. Oh, chill. Voor Le Café Noir Studio shoots. Nee, ik vind het echt heel mooi. Ik kreeg je zo ook heel veel complimenten. Yay! Maar jij had een soort glossy effectje erop gedaan, wat heel cool was. En deze top is net losgeschoten.
Ja, ook top. Ze knallen er gewoon uit. Oh, deze deuren. Maar Liz heeft het gemaakt als ware kleermaker. Hoog niveautje. Leveltje. Yay, ijskoffie. Lookje. Sitting in the shower. Hey meiden. We zijn op jacht naar eten. Het fantastische feestweekend zit er weer op. Ik merk wel dat ik mijn stem enigszins ben verloren. Het was echt fantastisch. Ik heb nu alweer zin in volgend jaar. En ook om weer nieuwe avonturen met mijn tweelingbroer aan te gaan, was echt heel gezellig. Wij gaan er weer een einde aan breien en terug naar huis. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je snel weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je snel weer. Doei!